Wat is er nou werkelijk gebeurd in het Sobibor? Want dat was mij nauwelijks bekend. Jules Schelvis, 94 jaar oud, overleeft als enige Nederlander de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor. Het is een levenswerk geworden, vertellen over Sobibor en het doorgeven van zijn ervaringen en kennis over de Holocaust aan volgende generaties. Er reed een trein naar Sobibor. Deze vertrok op 1 juni 1943 uit Westerbork, volgepropt met 3006 Joden in 50 veewagons. Mijn vrouw Rachel en ik en mijn huisgenoten zaten in die trein. Geen van ons wist wat ons te wachten stond na een enerverende tocht die 72 uur zou duren. Het doel zou een werkkamp in Polen zijn, zoals men ons had voorgespiegeld. Het transport van 1 juni 1943 was een van de grootste in een reeks van 19 treinen die vanuit Westerbork naar Sobibor vertrokken. Een Duits nationaal-socialistisch vernietigingskamp in Polen. In de periode 2 maart tot 20 juli 1943 werden 34.313 Joden uit ons land naar Sobibor gedeporteerd. Van hen hebben slechts 18 de oorlog overleefd. In de geschiedenis van de kampen een ongekend laag aantal. Na de oorlog bleek dat ik de enige overlevende van mijn transport was. Op 10 mei 1940 viel het Duitse leger ons land binnen. Na 5 dagen van ongelijke strijd en een massaal bombardement op het centrum van Rotterdam werd Nederland bezet. Na enige maanden van schijnbare rust begon de bezetter met het doorvoeren van anti-Joodse maatregelen. Aanvankelijk van onschuldige aard, maar op den duur werd de bewegingsvrijheid van Joden steeds verder ingeperkt. Zo mochten zij niet meer gebruik maken van zwembaden en parken, niet meer reizen, fietsen en van andere vervoersmiddelen gebruik maken. Met het verstrijken van de tijd werd het leven voor Joden steeds ondraaglijker. Ze werden onder de knoet gehouden door een nietsontziende en meedogenloze bezetter. Het begon op dinsdag 1 juni 1943 de dagen toen wij wakker werden in onze benauwde en van stank vergeven houten barak. Ik zag de openingen tussen de struiken en bomen een met prikkeldraad omheind kamp liggen, omgeven door wachttorens. Boven de ingang zag ik een bord met de woorden SS zonder commando Sobibor. Per serie van 10 werden vanaf het rangeerterrein de wagons het kamp ingereden. Toen de eerste reeks waarin wij zaten langs de rampen tot stilstand kwam, werden de schuifdeuren opengeschoven, nu door mannen in blauwe overalls met op hun mouwen de letters BK. Ze vormden het baanhoofdscommando dat uit zogenoemde werkjoden bestond. Opeens zag ik dat Rachel niet meer naast mij liep. Alles ging zo snel in zijn werk dat ik haar niets meer kon toeroepen. Het was de laatste keer dat ik mijn liefste, met wie ik 1,5 jaar gelukkig getrouwd was, heb gezien. Deze misdaden, die doelgericht
door de nazi's stapsgewijze zijn gegaan van registratie, intimidatie, afzondering, beroving en deportatie tot en met de dood, zijn eenmalig in de geschiedenis van de beschaafde mensheid. De misdaden van de nationaalsocialisten laten nog steeds diepe sporen na. De fabrieksmatige moord op 6 miljoen Joden is met niet anders in de geschiedenis te vergelijken. De misdaden van Hitler en zijn helpers laten nog steeds diepe sporen na. Het geeft te denken dat niemand de Joden heeft kunnen vrijwaren voor hun ondergang. Hoe onbegrijpelijk ook, het bleek mogelijk dat een bezettende macht, ongehinderd en tegen alle internationale conventies in staat bleek burgers ver van huis en haard massaal de dood in te jagen.